Vakantie is een verademing voor vrijheid voor uitgeputte ouders. Het belangrijkste is om kinderen in veilige handen te geven. Dus, dag 1. Kinderen zijn niet gewend om stil te zitten. Maar wat als de sokken van het kind zwarter dan roet zijn? Dan is het beter om stil te zitten. Precies. Pop-it pantoffels zijn de beste antistress voor iedereen. Spuiten zijn geen speelgoed voor kinderen. Hoewel... Als de patiënt behandeld moet worden, dan heeft hij zeker injecties nodig. Oh, het is vreselijk lekker. Dag 2. Alle kinderen zijn dol op Nutella en houden niet van bestellen. Dit probleem is gemakkelijk op te lossen met dispenserhulp. Geweldig! Iedereen is blij op zijn eigen manier. Een erg onoplettende volwassene is een andere bedreiging voor de netheid van het huis. Het is een ingenieuze ruimtetour met de smaak van chocolade. Hoe zit het met de echtscheiding? Wat? Het is belangrijk om talent van een jonge kunstenaar in de juiste richting te sturen. En dan pas beginnen met de algemene schoonmaak. Tenzij ze natuurlijk een dartboard doelwit is. Het kan gevaarlijk zijn in een schietbaan thuis. Wow. Wat een schattige honden. Deze groentesculpturen zien er echter niet slechter uit. Er is duidelijk iets mis met de poedel. Misschien is hij doof? Oh nee, wat een teleurstelling. Dag 3. Kinderen en vitamine hebben een eeuwige confrontatie. Wauw. Het lijkt erop dat iemand een leuke truc heeft. Wauw. Dat is dan geregeld. Of toch niet? Chupa Chups kan stevig aan de tafel blijven kleven. Maar het doosje is ervoor nodig. Het lijkt erop dat Johnny zijn hersens ook in een doosje bewaart. Als er lawaai en rommel in de buurt is en er een controlegesprek met de ouders gepland is, kan een hypnosesessie helpen. Oh.
Oh. Oh. En als de slaap te zwaar is, kunnen Johnny en Rachel niet zonder vermomming. Een paar speciale effecten en het lijkt gelukt te zijn. Dag 4. Als het kind droomt van een zandbak thuis, is het beter hem te helpen. Maak bijvoorbeeld een Nutella spelzone met wormen. Oh, een rivaliserende visser is er zo. Hoe kun je kinderen voeden met smakeloze havermout? Geen denken aan. Maar niemand zal havermoutkoekjes met melk weigeren. Het lijkt erop dat iemand anders besloten heeft de hoofdpersoon te zijn. Opstand, onderdrukt door de strenge huishoudster. Als er een mooi kind in huis is, is de cosmetica-tas in gevaar. En wat als we lippenstift wat smakelijker maken? Fantastisch. Dag 5. Als een zenuwinzinking aan de horizon dreigt, heeft Rachel een sluw idee. De aanval met knuffels is een extra motivatie. De orenstoker onderging een heerlijke straf. Oeps, het is zo gemakkelijk in een gevangenisval te lopen. Om een mooie vlecht te maken zijn soms niet alleen lang haar en haarspelden nodig, maar ook een stofzuiger. Het is jammer dat deze methode kale plekken achterlaat. Kapperspraak is een vreselijk iets. Kinderen zijn zo goed van vertrouwen. Snickers voor broccoli? Een gelijkwaardige ruil. Wat te zeggen. Salade met chocoladerepen. Heerlijke en gezonde combinatie. Dag 6. Het is moeilijk om kindgekookte mais te laten eten. Maar het is mogelijk. Het plan is eerst een zoet exemplaar. Dan natuurlijke groenten. Yes! Oh, er is alleen maar bedrog in de buurt. Als er ongenode gasten naar een romantisch diner komen, dan kun je ze een speciaal menu aanbieden. Mm-mm.
Jelly sushi of echte sushi? Marshmallow met wasabi is een unieke culinaire fusion. Als je een kind wilt helpen, kun je hem beter niet hinderen. Wow. Sponstaarten voor de afwas en jam zijn een heerlijke set voor een zoete kou. Ja, niet alle sponsen zijn even eetbaar. Dag 7. In de regel komt aan alle kwellingen een eind. Maar nieuwe zullen zeker beginnen.